Wang Okasi gaat voor aanpak zorgvervoer. De stichting Wang Okasi houdt een pleidooi waarbij het vraagstuk rond vervoer van mensen met een beperking structureel wordt opgelost. Zorgvervoer is er wel in Suriname, maar nog niet op het gewenste niveau, zegt stichtingsvoorzitter Anil Kunj Bihari in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut. Deze belemmering houdt de doelgroep achter. Zonder vervoer is er ook geen ontwikkeling, stelt de voorzitter. De stichting Wang Okasi heeft dan ook gemeend om de doelgroep op dit stuk tegemoet te komen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.